Yo, mensen van Kraft, het is weer tijd voor een video op te nemen. Laten we direct weer gaan beginnen met deze Fortnite video. En ja, we gaan gewoon even alweer gaan afscheid gewoon gaan nemen van alweer deze map. Want over een paar dagen is namelijk het nieuwe Fortnite seizoen. Plus alweer een oude nieuwe chapter alweer. We gaan gewoon over 8 seconden alweer naar de Battlefield alweer even gaan. Maar ik wil nog één dingetje even gaan doen. Dit is heel snel nog even naar alle locaties alweer gaan. Natuurlijk ook van deze map. Plus alweer alles alweer. Ja, gewoon alles alweer gaan bekijken. De graphics en zo. Want dat gaan we letterlijk wel 1 maand of zo missen, de graphics. Maar mij maakt het ook niet zo veel uit. Dus waar kunnen we eigenlijk het beste weer gaan landen? Misschien is het beste, want ik wil ook nog wel naar de oude locaties ook nog gaan. Om naar hier te gaan. We gaan gewoon even naar die pompoenhoofd daar even gaan. En ik heb ook al gezien dat er een soort van live event ook al kan gebeuren in dit. In dit seizoen nog altijd. Ik weet niet dat eigenlijk wel, waar is dat er een live event gaat aankomen. Maar ik denk wel dat er een mini event gaat aankomen. Als jullie ook snappen wat ik ook bedoel. En ja, ik hoop dat ik er tenminste ook wel live of misschien wel een soort van bug kan bij zijn. Want dat is om 12:30 of zo s'nachts. Of in de avond letterlijk. Hoe dat je het ook wilt noemen. Maar voor nu wil ik even dit potje even gaan afhouden gaan spelen. Ik ben hier letterlijk al doorkruist door 2 enemies. Dus dat is eigenlijk niet zo erg goed. Dankjewel voor het wapen. Oh, wacht, hier kon ik naar binnen. Oké, kom. Yes. Ik had toch even gedacht dat ik hier naar binnen kon. Blijkbaar dus niet, maar nu ineens wel. Dankjewel voor het wapen. Ik kreeg terug, zoals in het vorige potje, namelijk een shotgun. Moet ik heel stil eventjes alweer zijn. Waar zitten die andere gasten dan? Hier is nog een wapen. Of beter gezegd nog wat kogels. Ik zou gewoon zeggen, bye Mount Epolis of zoiets. Ik weet niet wat dat er allemaal staat. Ik vind het best wel spijtig dat deze map ook weer weg alweer gaat. Maar ja, het kan ook nog altijd niet anders. En ja, ik vind het best wel heel vervelend, maar het kan ook nog altijd niet anders. Hé, hey, wacht, we hebben hier alweer een oud nieuw wapen alweer. Daar ligt alweer een big shield, dankjewel. Word ik nu alweer beschoten? Dat ik word nu al beschoten. Oh, ik ben echt zo enorm slecht, jongens. Het is niet normaal hoe slecht dat ik nu alweer ben, hè. Dat is niet normaal. Nou ja, er komt sowieso nog wel een video aan, bijvoorbeeld van de OG chapter 2. Dat ik letterlijk 1 uur lang, want dat was een van mijn allereerste video's in mijn hele YouTube carrière. Dat ik letterlijk 1 uur lang letterlijk met mijn vriend heb gespeeld. En hier zit trouwens nog een enemy. Waar zit je? Waar zit je? Oeh, ik heb hem ineens geschot. Yes. Oké, hoeveel damage heeft dat trouwens alweer gedaan? Ik heb geen flauw idee. Ik heb geen flauw idee hoeveel damage dat alweer heeft gedaan. Maar in ieder geval, ik zou wel al zeggen, we zijn bijna weer 3 jaar op YouTube alweer bezig. We hebben nog lang niet alle video's geüpload. Maar er komen sowieso nog wel meer en meer video's online alweer te staan. Wat ik nu alweer ga doen, is gewoon nu naar alle locaties proberen te gaan. Proberen naar deze locatie weer te gaan. Of welke locatie is eigenlijk dichter? Volgens mij is deze locatie iets dichter. Maar ik wil eigenlijk naar deze locatie alweer gaan. Lijkt me nog altijd even gemakkelijk. Nee, maar heel eventjes over het live event van... wacht, what the flip? Dat is echt wel een heel groot hoofd. Oké. Nou ja, ik denk persoonlijk dat live event iets met Galactus ook gaat doen. Dat hij terug heel de Fortnite map gaat opsnuiven. Hoe noem je dat eigenlijk? Opsnuiven of iets te likken of zo. En ja, er is niks van Starks Industries in dit seizoen. Dus we hebben eigenlijk wel vorige seizoenen, of een van de vorige seizoenen, letterlijk in chapter 2, seizoen 4, hebben we namelijk iets van Stark Industries van heel veel bussen in deze weer gezien. En ik denk dat die dit seizoen dus niet alweer gaan erin komen. Dat is eigenlijk wel een minpunt. Dus dames en heren, ik zie er alweer geschiet. En letterlijk daar ergens dus. Ik moet even niet vergeten om naar daar weer te gaan. Want mijn teammate is volgens mij een beetje in gevaar. Nee, nog altijd niet. Oké, dat is wel heel erg goed nieuws. Maar er zitten wel van die enorm grote pompoenen. Ik vind het eigenlijk wel heel erg raar. Oh, maak ik even. Dankjewel. Dus goed concentreren nu. Maar zitten die overal zelfs alweer te schieten? Zitten die in de huizen of zo hier te schieten?
Ja, oké, okay, maar we moeten er gewoon even naartoe houden, dan moet ik even genoeg rennen. Waar zit hij? Volgens mij is mijn team daar nu altijd aan het schieten. Ah, god, dan meen je toch niet. Het meen je toch niet dat mijn team die al heeft gekilled. Of beter gezegd, ik heb die half alweer gekilled. Het vorige potje had ik wel eigenlijk wel heel erg goed aan geluk. Dus kom maar even vlotte killen. Ja, yes, dit is echt gewoon een overpowered wapen, joh. Dit was echt gewoon een heel overpowered wapen, joh. Laten we heel snel even naar deze locatie weer even gaan. En zou ik gewoon zeggen, buy Grand Glacier of zoiets. Ja, dit gaat waarschijnlijk ook de laatste video van dit chapter maar worden. Ik vind het best wel heel erg jammer, dus laten we heel erg snel nog even gaan door even gaan. En ja, dit gaat waarschijnlijk echt een rot video eigenlijk worden voor alleen maar op te nemen, want dan moet ik elke keer naar elke locatie weer gaan lopen. Ah, daar is mijn teammate. Oké, okay, teammate, kan je mij alsjeblieft ook meenemen? Ja, die wil me meenemen. Oké, okay, dankjewel teammate. Die auto ging wel enorm traag. Die auto ging wel enorm traag. Wat? Nee, dit is oké. Okay. Dit gaat toch niet echt goed komen. Ik vraag me wel af, als ik hier nu even naar daar even ga, want dan wil ik wel even heel graag weer gaan doen. Ik wil sowieso in deze video nog wel alle locaties dan weer gaan bezoeken. Ik denk persoonlijk dat het niet echt gaat lukken. Maar ja, het maakt me ook niet zoveel uit. Ik hoop dat jullie wel heel erg veel van deze chapter van dit seizoen alweer hebben genoten, van andere seizoenen. Dat hoop ik alleen maar. En ik heb niet zo heel erg veel potjes in dit seizoen alweer gespeeld, dat kan ik je wel eens zeggen. En deze locatie is alweer. Eens even kijken op mijn minimap. Daar staat namelijk Castle Doom. Oké. Okay. Ja, mijn teammate is weer al in gevaar. Teammate, ik ga even je komen helpen. Waarom is dat ding zelfs nog altijd aan het boersen? Teammate, ik kom je even helpen. Oké, okay, nog. Nog iemand volgens mij. Is die hier buiten? Wat is die? Nou, ik denk dat dat deze hier nog altijd is. Laat maar anders zitten. Yes, dat is alleen. Ja, maar dan weet je toch dat je dat niet gaat overleven alleen maar met een pistool. Oké, okay, dan ga je toch echt niet overleven met één pistool. Even serieus. Nou ja, ik zou gewoon zeggen, bij Castle Doom. Het was je zeer aangenaam om eigenlijk te kennen. Maar het kan nog niet anders. Ik moet hier even zien als ik achter te raken. En daar nu al... Ik kom op teammate, staat toch niet in de weg, joh. Ik daar nu al te zitten, hè. Ik moet er nog altijd naartoe, hè. Ook al gaat mijn teammate er ook nog altijd naartoe. Op zijn teammate is echt gewoon een noob, joh. Dat is niet normaal. Of beter gezegd, om... niet om zijn teammate, maar best wel... Oh, kom op, man, shit. Niet om zijn teammate trouwens, maar iemand anders. Oh, ik moet hier zelf alweer weg. Dan ben ik zelfs de noob. Nou ja, laten we heel erg snel naar een andere locatie weer even gaan, naar deze locatie. En ja, dan moet ik sowieso mijn teammate al gaan helpen. Ik denk dat we echt serieus nog altijd... Ja, teammate, stop met die vijandenmarker! Yes, ik heb hem al! Yes, nog iemand! Ja, dit ga ik niet overnemen! Ja, maat, je schiet alweer scheef en toch eet je mij. Nou ja. Ik zou gewoon even zeggen... Laten we heel snel gaan naar een ander potje alweer even gaan. En ja, dan zie ik jullie gewoon zo weer terug, dames en heren. Ah ja, en trouwens, er is dit alweer ook in de map, een soort van in de lobby alweer gekomen. Deze video komt waarschijnlijk één dag later online, of misschien dezelfde dag. Er is nog 2 dagen, nog 9 uur, 3 minuten en 12 seconden alweer. En daar staat iets alweer van Fortnite Remix, de Predul of zoiets. En dat vind ik best wel interessant, en daar staat iets trouwens hier alweer van. Nou ja. Dat komt op 1 december alweer online te staan. Dit. Dat is dus dit hier. En dat vind ik eigenlijk wel heel erg interessant. Want dat is letterlijk iets van de Fortnite muziek. Iets van Fortnite Festival en van de gewone Battle Royale.
Maar goed, laten we even direct in het bordje op gaan duiken. Het lijkt wel zo dat Galactus eigenlijk zo een beetje... Hoe moet ik het eigenlijk uitleggen, dames en heren? Het lijkt een beetje erop dat Galactus zijn hoofd wel naar boven is gegaan. En ook een beetje naar boven is gegaan. Maar hoe komt hij eigenlijk in de mod dan eigenlijk, Galactus? Ik heb er totaal geen flauw idee van. Maar laten we heel snel even gaan droppen. En ik dacht dat weer... hier een beetje te droppen. Dus laten we daar weer gaan doen. Ah, dames en heren, we hebben echt nog zoveel locaties om te doen. Dit gaat nooit in één video weer lukken. Dus ik denk dat ik in totaal maar 2-3 video's of zo moet maken. En ja, laat ik toch maar even gewoon voor de zekerheid naar hier even gaan. Dat is misschien wel het allerbeste. Want anders moet ik letterlijk alles nog weer. Dan moet ik letterlijk alles weer. Ja, hetzelfde dat we gaan doen, zou ik wel al zeggen. Of ik weet nog niet wat ik allemaal moet gaan doen. 300 meter, dames en heren. En dan zijn we officieel weer geland. Ja, het begint alleen eens zoals in de storm alweer te lijken. Nou, dat is niet zo erg fijn. De volgende video kan misschien ook wel over Fortnite ook wel zijn. Yes, dames en heren. Oké, we gaan heel snel even gaan afscheid dat we gaan nemen. En ik wil nog één dingetje even gaan doen. Dankjewel. Oké, we hebben net hetzelfde wapen. Maakt me niet zoveel uit. Ik zou gewoon zeggen, dag Grimgate alweer. Als ik het wel goed uitspreek. Ik zou zeggen, dag Grimgate. Het was fijn dat je gekend hebben. Komt direct al iemand op mij als hier. Nou, ik ga er mij ook niet druk op maken. Maakt mij ook niet zoveel uit. We gaan gewoon even zelf snel naar de raft of zoiets gaan. Of hoe heet die locatie? De raft. Of de raft. Dat is een bos. Hallo meneer, de bos of... ik weet niet. Wow, is dit nieuw? Volgens mij is dit gewoon nieuw hoor. Ik ga sowieso nu wel worden doodgeschoten. Dus dames en heren, vergeet niet te abonneren op het kanaal. En ja, hier gaan we even van deze afstand ga ik wel even gaan proberen naar te kijken. Ik zou gewoon zeggen, dag de raft. We hebben die gasten mij nog altijd niet gezien of hebben die wel mee gezien? Oké, dit is wel een beetje spannend. Nee, die hebben mij nog gelukkig nog altijd niet gezien. Dag de raft zou ik willen zeggen. Oké, sorry dames en heren, maar ik moet er heel snel weer even vandoor. Jullie weten misschien al wel dat ik een beetje noob ben. We moeten gewoon even naar een andere locatie alweer zien te gaan. Deze kunnen we helaas nog altijd niet gaan. Doom. Stad kunnen we ook nog altijd niet gaan. Oh, ik kan mijn teammate gaan rebooten. Maar eerlijk, ik heb wel echt nodige wapens hoor. Ik heb echt zo slechte wapens. Toch voor die pistool is het echt zo enorm slecht. Dus ik ga die wel even gaan droppen, dankjewel. Ik heb nog maar één kill. Vind ik best wel heel erg lullig. Maar het is ook wel heel erg vervelend als je maar één kill hebt. Yes, deze gast is ook alweer in de boot. Kan ik deze ook wel een wapen aan geven? Yes. Teammate, hier is een wapen, als je wilt. Oké, volgens mij gaat hij dat wel oppakken. Ja, zo lief ben ik dus al wel. Nou, waarschijnlijk in andere potjes ben ik waarschijnlijk niet zo heel erg lief. Naar een andere locatie kan ik misschien het beste naar hier even gaan. Dat is misschien een van de laatste stadjes dat er is ingekomen in heel Fortnite. Is nog 400 en zoveel meter alweer lopen. Van deze factory kan ik ook alweer een soort van afscheid gaan nemen. Van deze gebouw ook alweer. Dus ik zou zeggen, dag mevrouw en meneer het gebouw. En ja, daar zie ik alweer het tankstation, als ik het heel goed kan zien. Volgens mij is dat tankstation, ja. Ja, dat is een tankstation. Oké, dag mevrouw of meneer tankstation. Nou, nu zeg ik me echt zoveel rare woorden in mijn hoofd. Het zou wel een beetje vet zijn en een hele coole weer. Dat je letterlijk alweer de prijzen met echt goud alweer moet betalen in heel Fortnite. Als je bijvoorbeeld deze alweer moet gaan tanken. Lijkt me wel enorm cool. Oh, wacht, wat is dit hier? Ja, dat kan ik wel al mee gaan nemen. Het zou wel enorm cool zijn als je al die prijzen letterlijk moet gaan betalen in heel Fortnite. Met alweer die, met die dingen. En ik moet wel naar de cirkel. Ja, dames en heren. Ik ga nog niet eens naar die stad kunnen gaan. Ik kan nooit of nooit naar die stad kunnen gaan, dames en heren. En dan zijn we zo goed als aangekomen bij deze locatie. En... Wat flip? Ik dacht even dat een GTA Online geluidje was. Maar blijkbaar dus nog altijd niet, gelukkig. Deze locatie is alweer, even kijken. Nitro... Droom, of zoiets heet deze locatie. En ja, ik zou gewoon zeggen, dag... Nitrodrom, of ja, ik weet niet. Oh, what the f. Hey, what the flip, deze is een rare glitch. Kan ik hier ook op? Wow, what? Oké, dit heb ik live in de video gewoon ontdekt.
What the flip? Oké, okay, we gaan gewoon even door waar we gaan, want volgens mij hoort deze gewoon daar weer te zitten. Nou, ook weer aan die. Oh man, die muziek is wel een beetje rustgevend. Maar ook weer aan die. Laten we heel snel even naar een andere locatie even gaan. Dus ik zou zeggen, dag. Dag, stadion. Of ja, ik weet niet. Waarom geeft dat zoveel licht ineens? Ik denk dat dit wel... Ik denk dat dit potje wel is geglitcht. Ja, volgens mij is het potje wel een beetje geglitcht. Dus Epic Games vies dit een beetje toch. En ik weet niet wat dat er met alles hier is gebeurd. Hier kan ik ook aan die in. Maar is het licht eigenlijk normaal in deze game? Ik heb hier eigenlijk nog nooit over na gedacht. Nou ja. Nu gaan we even naar een heel andere kant. Hallo, mag ik dat even? Oh, nog meer. Nu ben ik echt wel een beetje boos op Fortnite. Nou ja, laten we heel snel naar een andere locatie even gaan. En dat is namelijk, als ik het goed voor heb, is het hier. Ik hoor direct alweer een auto. Achter deze steen heel snel. We zitten daar letterlijk. Die hebben mij gelukkig nog altijd niet door. Behalve als er iemand naar achter begint te kijken. Heeft hij misschien wel mij al door. Ik ga een heel groot risico nu gaan nemen. Hopelijk hebben we die nog altijd niet door. Oh, die hebben we nog altijd niet door. Dat is eigenlijk wel echt super goed. Terug even de launch pit even gaan nemen. En het vervelende is, dat is echt nog 500 en zoveel meter. Dus ja, heel vervelend. Nou, ik had het gisteren pas door. Ik heb het sinds gisteren pas door dan. Teammate, wat doe je nu, brood? Oké. Nou ja, wacht, we moeten letterlijk deze kant op. Nee, ja. Ik moet letterlijk deze kant op gaan. Dit is echt niet leuk. Nou ja, dat gaan we wel in het volgende potje of zo. Of in de volgende video gaan we dat sowieso gaan uitstippelen. Wat dat die locatie over was. Maar als ik nu heel goed kan kijken, is dat precies wel een boerderij of zo. Eens even goed kijken. Volgens mij is dat wel een boerderij hoor. Oh mijn god. Daar is hier iemand. Heel snel even zijn. Ja, dat wist je dat je die dag ging niet overleven. Yes, dankjewel. Het was niet zo erg slim als ik dat met dat wapen ineens ging doen. In ieder geval bedankt gewoon voor de kogels. En hier komt zelfs al wat zand vandaan. Kijk, dit vind ik wel een beetje raar. Ik denk dat dan wel Galactus gaat zorgen. Ik denk dat persoonlijk wel dat Galactus daar weer gaat voor zorgen. Dat er wat zand in is. Nee, wacht eens. Is het... Dit is gewoon veranderd, dat stadje. Nee, maar dat kan ik sowieso aan die echt afscheid nemen van dat vorige stadje. Oh mijn god. Oké, dat had ik eigenlijk niet zien aankomen en ook niet zien willen. Maar dit is in ieder geval wel al... de stad plus alweer... Het... want mijn teammate is trouwens ook alweer down. Maar ik vind het eigenlijk wel heel vervelend, maar oké. Nee! Teammate! Vergeet me toch! Schieten! Oh mijn god! Letterlijk nog één hit heb ik nodig, hè? Oh yes, dankjewel teammate. Dankjewel! Oh, jezus man, oké. Ik had letterlijk nog maar één hit nodig. Maar teammate, alsjeblieft! Ik dacht net even te zeggen, dit gaan we sowieso niet overleven. Of tenzij dat ik dan nog niet ga overleven. Wat toen? Nee, kom op, jongen! Ah, ik word er echt zo gek van, hè? Dat je letterlijk nog die locaties nog altijd niet mag helemaal gaan bekijken, hè? Oh mijn god, oké, met die gaat dit hopelijk wel winnen. Die gast is wel al dood. Die gast is zo hard dood dat hij... ik weet niet wat te doen. In ieder geval bedankt voor het kijken. Vergeet zeker vast niet te abonneren op het kanaal. Vergeet ook niet te liken op deze video. En zou ik gewoon zeggen, tot de volgende video weer. Bye mensen, bye!